Hoe vaak is jou de afgelopen tijd gevraagd wat je gaat doen komend jaar? Ja, heel veel. Maar gelukkig ging ik op vakantie. En in Italië ben ik toch minder bekend dan die in Enschede, moet ik zeggen. Heb ik wel gemerkt. Viel me wel een beetje tegen. Nee, de afgelopen 3 weken niet veel. Nee, ja, mijn familie. Ja, het was al een beetje duidelijk eind vorig seizoen dat het erop aankwam of jij fit genoeg bent. Dus nou ja, hoe fit ben je? Ja, ik hoop dat je de camera hebt laten lopen op training. Dan kun je het zien, denk ik. Ja, ik ben fit. Maar ik snap wel de twijfel die er bij de mensen is en bij de club ook is. Die was er bij mezelf natuurlijk ook wel. Ik heb de afgelopen half jaar gewoon minder kunnen spelen dan dat ik wilde. Eigenlijk de laatste anderhalf jaar wel. Dus ik heb bij de club ook een voorstel gedaan. Die heb ik eigenlijk ingediend met meer prestatie beloningen dan een vast contract. Dus ik heb meegedacht, probeer mee te denken met de club. Dat als ik fit ben, ben ik van waarde, hoor ik ook beloond te worden. Als ik niet fit ben en niets van waarde ben of veel minder van waarde, hoor ik ook veel minder beloond te worden. Dus daar hebben we een weg in gevonden en die gesprekken gingen hartstikke goed met de club. We hebben daar denk over de vorm niet zo heel lang over gezeten. Ik denk dat iedereen daar wel best wel over akkoord was. Ja, dan moet je het nog invullen. Ik ben blij dat ik nog niet zei dat we het net met Jan Strooijen over hadden gehad. Want dan had jij weer gevraagd, wat zei hij? En hij deed heel sketchy. Jij vertelt gewoon hoe het in elkaar zit. Jij bent zelf met dat voorstel gekomen. Waarom? Omdat ik dit een eerlijke oplossing vond. Ik snap die twijfel. En nogmaals, ik had zelf ook die twijfel. En ik vind ook dat je dan meer moet denken. Ik kan wel heel halstarrig zeggen van nee, ik hoor dit hetzelfde contract te krijgen. Of ik hoor hetzelfde te verdienen. Dat zou ook niet terecht zijn, vind ik. Ik vind dat ik moet laten zien dat ik fit ben. En als ik fit ben, ben ik van waarde. Dat vindt de club ook. Dat vindt Ron ook. Dat vindt Jan Strooijer ook. Dan hoor ik ook beloond te worden. Ja, is dat niet zo? Ja, dan heb ik daar geen zin in. Ik heb geen zin om weer 3-4 maanden in de gym te zitten. Daar ben ik geen voetballer voor geworden. Dat vind ik ook echt niet leuk. Dit vind ik leuk. Rondo spelen, positiespel, partijen. Met die groep op het veld staan. Dat vind ik heel leuk. En daarom wil ik ook nog door. Maar ik ga niet weer 4 maanden in de gym zitten om proberen weer fit te worden. Ja, dan moeten we even een goed gesprek voeren. Nou ja, dat zei hij wel ook. Zo van, nou ja, als zich echt weer zo'n situatie zou aandienen, dat inderdaad ook absoluut niet is wat jij wilt. Toen vroeg ik hem ook van, moeten we dan gaan denken dat je misschien tussentijds gewoon gaat zeggen, dan is het bij deze klaar. Gewoon tijdens het seizoen. Of misschien nu na de voorbereiding. Ja, kijk, ik wil daar niet zoveel van nadenken, maar dat zou kunnen, ja. Nogmaals, ik heb geen zin om 4 maanden te revalideren. En te hopen dat ik dan fit ben. Kijk, het laatste half jaar was niet zoals ik wilde, was niet zoals de club wilde, niet zoals de trainer wilde. Ja, ik zelf vond ook niks aan. Dus als dat weer gebeurt, dan nogmaals, dan moeten we daar gewoon als volwassen mensen over praten. En met mij is daar wel over te praten. Dus misschien een beetje zo'n wat alsje, maar in hoeverre speelt het ook mee dat je zo'n seizoen als vorig jaar, ja, dat wil je natuurlijk na zo'n lange carrière niet op terugkijken dat dat je laatste seizoen was. Ja, kijk, dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Dat vind ik niet zo'n ramp. Ik heb, ook al zou ik gisteren stoppen, ik heb een prachtige carrière gehad waar ik met heel veel trots op terugkijk. Alleen ik ben nog bezig. Dus ja, ik hoop er nog weer een mooi seizoen aan vast te plakken. Ik denk dat we in 2019 werden wij kampioen in de keukenkampioendivisie. En heel veel mensen zeiden, Wout, je moet gaan stoppen. Op je hoogtepunt stoppen. Ja, ik voelde me nog zo fit. Ik vind het leuk om te doen. Er zijn weer heel veel momenten gekomen die ik heel erg leuk vind en niet dat willen missen. Zoals afgelopen seizoen. Natuurlijk niet zo fit, maar wel een heel mooi jaar gaat verder met de ploeg. Dat jaar daarvoor heb ik veel gespeeld, was het leuk. Dus ja, ik zie dat zelf niet zo. Ook al zal het nu wel stoppen, het is wat het is. Ik ga genieten van elk moment dat ik hier ben. En ik hoop dat het nog zo lang mogelijk is. En eerst maar dit jaar volmaken. Je neemt het hoe het komt en het is ja, hoe de situatie zich is, daar anticipeer je op. Ja, maar dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan in mijn carrière. Dus er is bij mij echt wel te praten over een oplossing als ik nu 4 maanden geblesseerd ben. Dat zal niet de moeilijkste, in zijn. En ik denk dat de club daar ook zo over denkt. Tenminste, dat hebben we wel besproken. Dus ja, wat mij betreft hoeft er ook geen keide afspraak voor gemaakt te worden. Niemand vindt de situatie fijn. Ik niet, de club niet, het team niet, de trainer niet. Dus ja, als iedereen daar hetzelfde over denkt, dan is er ook wel een oplossing in te vinden. Weet je natuurlijk wel, stel dat het gewoon helemaal lekker gaat. Je blijft hartstikke fit en je bent van waarde. Dat wat iedereen gaat zeggen aan het eind van het seizoen. Hè? Dan moet je nou stoppen. Want. Ja, maar kijk, wat andere mensen vinden, daar heb ik niks mee te maken. Ik luister maar naar één stem en dat is mijn eigen stem. Die van binnen zit en daar zit de drive nog om te spelen. En zolang die er is en ik ben fit, ja, dan is er voor mij nog een mooie toekomst.